Welkom bij Wereldkruiden. Wij zijn u graag van dienst om de beste kruidenmix voor u samen te stellen. Wij bieden een breed en diep assortiment aan van diverse kruiden, oliën en honingen. Kijk op onze website www.wereldkruiden.com of bezoek onze vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Nieuw, binnenkort geopend in Amsterdam-West, restaurant Grillies. Beleef het barbecuegevoel van vlees en vis. Bezoek Grillies voor heerlijk eten. Meer info over de opening, kijk op www.grillies.com. Mensen, assalamu alaikum. Ik ben hier vandaag in Den Haag bij onze broeder Hamid. Het broer die gisteren de hart heeft gestolen van heel veel Nederlands als het gaat om het programma Frank Visser doet uitspraak. Ik heb met hem afgesproken vandaag en we gaan even kijken hoe de situatie nu is na de aflevering, na de uitzending. Assalamu alaikum. Assi Hamid. Alles goed? Alhamdulillah. Hoe is je weer? Alhamdulillah. Ja? Alles goed met jou nu na de uitzending? Ja, alhamdulillah. Altijd. Ik ben beroemd man geworden nu. Alhamdulillah. Het is koud. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Je bent in het programma gekomen omdat jouw onderbuurvrouw, die had te veel last van herrie van spelende kinderen. En zij kon niet meer tegen de herrie. En zij zei, er moet iets gebeuren aan jouw vloer. Of aan de wat er onder de vloer komt te liggen. Want zij kan niet meer tegen de stress van de herrie. Klopt dat? Ja. Ja, de buurvrouw heeft gezegd dat, maar ik weet niet. Normaal is de vloer is leeg, dan komt me echt lawaai. Ik heb twee kinderen, moet die kinderen moeten spelen, moeten rennen, dan komt dat wel eens echt, ja. Ik doe mijn best. Soms mijn kindje gaat naar boven spelen of gaat buiten als het mooi weer is voor spelen of gaat bezoekers naar de familie. Maar ik woon in woonkamer, daarom is daar een mensen woonkamer. Ik moet hier blijven, dan moeten de kinderen hier spelen. Ja. Oké, dus uiteindelijk zijn jullie dus voor de rechter gekomen, dus van meester Frank. En hij heeft besloten dat jij toch de vloer opnieuw moet doen, de vulling van de vloer of iets met de vloer. Ondanks dat het de fout is eigenlijk van de woningbouwstichting. Want jij kan hier eigenlijk niks aan doen, want jij hebt je aan alle regels gehouden. Klopt dat? Klopt. Ja. Normaal, ik ben niet de eigenaar. Dat is de huis van woningbouw. Dan, maar woningbouw wil niks horen. Dan de rechter, de Mr. Visser, heeft beslist, dan moet ik zelf een nieuw vloer, maar het is de andere vloer, niet deze, met betonplex. En daarna kan ik deze laminaat leggen. Maar deze betonplex kost geld. En ik heb geen geld, ik heb net nieuw bij deze huis. Je hebt de uitzending gekeken gisteren en je dacht, ik wil deze broeder helpen. Klopt. Ik heb moeite gespaard om zijn nummer te achterhalen. Die heb ik gelukkig gekregen via een bekende van mij. Ik heb Marokkanen regelen nummers altijd wel hoor, wees maar niet bang. Maar goed, dat nummer heb ik dus. Ja. Ik bedoel, je hoort het al, je klopt eigenlijk in een holle ruimte. Ja, ja, ja. Al stop je hier nog 50 centimeter bovenop, op het moment dat je gaat kloppen, zal het ten alle tijden dus hol klinken. De enige eigenlijk oplossing is om die holle ruimte te vullen. Ja. En dat kan op twee manieren. Dat kan één, vanaf de buurvrouw beneden. Dat zou betekenen dat we de vloer van meneer niet hoeven te beschadigen. Gaten in de... Ja, dus je moet naar de vrouw gaan en dan gaten in haar plafond boren. Ja, gaten in haar plafond boren. Op het moment dat er gaten zitten in haar plafond, kunnen we die gaten dus allemaal volspuiten met een speciaal spul daarvoor. Er zijn bedrijven voor. Ja. En dan heb je dus dat klankbordverhaal weg. Ja. Dat betekent dat we bij meneer niks hoeven te doen om tot misschien 80-90% reducering van het geluid te... Want als je het via hier zou doen, dan zou je zijn vloer gaan slopen, bedoel je? Ja, dus om het echt goed te doen, hè, en beter te doen dan de rechter nu voorstelt, is dus de hele vloer eruit te moeten slopen. De holle ruimtes echt vullen. Ja. Hè, dat doe je met isolatie. En dan pas het hout terugzetten, isolatie op en dan de afwerkvloer. Maar dat zou dus betekenen dat de meneer waar die 2100 euro voor betaald heeft, er volledig uit zou moeten. Hey, salam alaikum. Salam broer. Ja? Alhamdulillah. Ja. Ja, ik. Nou, wij zijn hier gekomen nadat we het bericht hebben gehoord en de uitzending hebben gezien. En we waren zeker ontroerd. Ik denk dat heel veel mensen met ons. Maar wij komen inshallah hier een oplossing bieden. Dus zullen we naar binnen? Barakallahu fik. Ja, okay. Gaan we naar binnen. Maar wij willen graag als oplossing een nieuwe vloer gaan aanbieden.
Dat je eigenlijk een volledige nieuwe vloer krijgt met de normen zoals meester Visser dat in zijn vonnis had geoordeeld. En daarnaast, dit proces gaat een dag of 3-4 duren. Dus als tegemoetkoming willen wij jou en de kinderen een paar dagen wegsturen. Dat jullie in het verblijf kunnen slapen in een welbekende hotel in Nederland. Dat jullie een paar dagen lekker kunnen rusten. En dat wij de werkzaamheden hier samen kunnen gaan uitvoeren. Zodat je straks jij happy bent, de buurvrouw happy bent en iedereen happy is. Barakallahu fik broer. Hassan Allah ulik. Ik heb geen woordjes. Alhamdulillah. Alles is fadl min andallah. بارك الله فيك وجعل الله في ميزان حسناتك ان شاء الله انت وجميع الاخوه ارس برودرز ارس كيكرز الحمد لله نو مانس we gaan natuurlijk het goede nieuws nog even vertellen tegen de buurvrouw. Zij heeft natuurlijk hier uiteindelijk het meeste last van, dus we hopen dat ze thuis is. Volgens mij is er niemand thuis, maar goed, buurvrouw, als je kijkt, het probleem is opgelost, of dat zal snel opgelost worden. De vloer wordt geïsoleerd, er komt een nieuwe vloer in, dus we hopen dat voor jou ook alle ellende gestopt wordt. Nes li kan ook iets varjon, die rabbel arabiya shouya, nes kan ook iets varjon, bel akhlaq dielk, bel usloob dielk. Heb je de harte gewonnen, kiewes kiegoel bel Hollandia. Zeft nes, ja voordat ik zie, akhlaq tayyiba. Bhali woningbouwstichting, bhali dalmatik, heet mensje illa voet dielk, het is niet jouw fout. Ja, ik weet, het is niet mijn fout, maar alhamdulillah. Maar ik ben niet, ik ben niet speciaal man of zo, nee, ik ben een moslim. Maar ik wil een echt moslim zijn, alhamdulillah. En ik wil de akhlaq van de moslimen. En ik wil bien, sorry, ik praat maar. Ik wil bien de Hollandien, wat is de islam haqiqi? Niet de islam van de multimedia. De islam haqiqi, die terbien عليه. En die gaan bien. Wie ik nog wil bedanken is Annette. Annette Verdult, als het goed is. Annette, zij had een crowdfunding gestart ook voor Hamid. En zij had een bedrag bij elkaar verzameld. Volgens mij meer dan het 15.000 euro. Vooral volgens mij richting 20 gaat het al. En ja, zij wil ook. Ik wil haar enorm bedanken. Ik had haar ook geprobeerd. Ik had haar een e-mail gestuurd. Heb geprobeerd te bellen, maar ik kreeg haar niet te pakken. Dus bij deze vanuit hier, Annette, ik wil ik jou heel erg bedanken. Ook voor jouw moeite. Shakir's moeite en de andere broeder, welke? DSRM in Services in Den Haag. Nou, beste mensen, zoals jullie zien, het probleem is inmiddels opgelost voor onze broeder Hamid. En tot ziens. Vanuit Den Haag, een mooi eind. Yalla, tot de volgende aflevering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.